hoes, de takken. Ja? En de doelwoordjes, dat zijn woordjes die zeggen wat we doen. Welke zijn dat, Axel? En bij de hoe-woordjes, welke woordjes vertellen hier hoe iets is? Fijn. En dat heb je wel, dat is heel lief. Jens, als je later druk hebt, in jaartje 25, schrijf je nummer in de boek. En Axel komt dan met jaartje 6. Dat zijn de twee laatste blaadjes van het stukje van het nummer erop schrijven. Hè? Als ze bij het vuur liggen, dat wordt de zin. Werken ze helemaal op. Beginnen met een open. Koezen, spinnen, ja. Dat moet wassen worden. Hè. Wel het verwerkt wordt, schrijf dus gewoon stip, 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 een stip. Ja, maar dat kunnen we niet uitkomen. Koezen, spinnen, koezen met een open. Bij meervoud met de schrijvers zijn het wij die het doen. Of de mensen. Nu gaan we zelfs de infinitieve schrijven, maar kijk eens mannen, om het woord infinitief. En de volgende lijn, als je daar schrijft, zit het tegen het groene. Hakken. Wat betekent hakken? Ja, is net. Omhakken? Of onder de schoenen. Ah, maar dat is geen werkwoord. Want hakken, dat kunnen we niet doen, hè. Ik hak mijn schoenen rondvoort. Dat gaat niet. Want, raken, hakken. Ja, dat kan wel. Hakken, dat is mijn hand. Is dat een hand? Ja, goed. Dan moet je door hoogte meten. Dan moet je die basis en de hoogte maken. En dat is de uitkomst. En dan vierkante centimeter of meter of decimeter. Of... Ding, wat heb je daar dan eigenlijk van gemaakt? Een rechthoek. Rechthoek. Hand. Wat wou jij zeggen? Ik wou dat ik jij wist het ook. Ja. We hebben hard gerekend. We waren juist aan het vertellen dat we gelezen over meneer Pompemoes. Van de meeste pompoes. En waarom zouden ze die meeste pompoes noemen? Jullie? Omdat dat een klein dik ventje is en die beentjes en die wil gaan lopen. Ja, en denk je dat hij dat gaat kunnen? Zie jij dat? Nee, niet. Nee? Oh ja. Ja. De pompoes hier rolt meestal like, en ook niet.
situaties kan oplossen vinden. Op een avond zei meester Pompelmoes tegen zichzelf, dat zou wel wat dik en dik. Een beetje buik staat wel 13. Maar ik word zo rond als de eerste kamer. Goed, ja. Dat zie je aan mij. Iedere avond, weer of weer. En je kunt trouwens mij niet verwachten dat ik over de daken ga rennen. Die mensen hebben toch clubs voor sport, zei Joachim. Precies, zei meester Pompelmoes. Maar toen hij op een zaterdag namiddag naar het sportveld van de atletiekvereniging SADB ging. Zich geen twee maal aan dezelfde steen. Goed. Thank you.
Dat is niet lekker, zijn, hè?
ben jij de laatste? Allee, slakkemans. Thomas Wijn. Voilà.